Vertrek Scheveningen. Een reis van 10 dagen naar het grootste natuurgebied van Nederland, de Noordzee. Duiken, onderzoeken, in kaart brengen, schoonmaken en filmen. Hoe mooi is deze wildernis? Wat we met deze expeditie willen doen is juist die onderwaterwereld in beeld brengen. He, daar waar je echt de dieren ziet, waar het hier om draait in deze Noordzee. En zodra we kunnen laten zien aan de mensen wat hier allemaal onder water zit, dan hopen we ook dat we de urgentie voor bescherming echt duidelijk kunnen maken. Dank je. Het was echt ontzettend mooi. Het was een lange afdaling, naar 37 meter. En binnen 2 minuten deze te pakken. Zo, en wat is dit? Dit is een noordkromp. En als we de jaringen zouden tellen, het zijn er ruim meer dan 100. Tijdens deze expeditie gaan we verschillende gebieden bezoeken. Dat zijn de ecologisch belangrijke gebieden van de Noordzee. Het eerste gebied wat we gaan bezoeken is het Friese Front. Het Friese Front is een gebied waar verschillende zeestromingen samenkomen en waar dus heel veel leven zit, heel veel productiviteit. Daarna gaan we naar de Centrale Oestergronden. De Centrale Oestergronden is een gebied waar vroeger hele grote oesterbanken lagen. Zijn er inmiddels niet meer, maar het is nog steeds een heel mooi en belangrijk gebied. Daarna gaan we naar de Doggersbank, een hele grote ondiepe zandbank midden in de Noordzee. Met heel veel vis onder andere, heel veel bodemleven. En als laatste gebied de Klaverbank. Dat ligt hier. Dat is een gebied met heel veel grind. Heel veel harde ondergrond, dus met heel veel bijzondere soorten. Nou, deze gebieden, dit zijn de kraamkamers van de Noordzee. Ja, je zou kunnen zeggen de motoren achter het systeem van de Noordzee. Het Friese Front is visgrond bij uitstek. De boomkorvisserij, met sleepnetten over de zeebodem, hebben jarenlang het bodemleven omgewoeld en veel kapot gemaakt. Maar niet alles. Als we het Friese Front echt goed willen herstellen en het vrijhouden van gebruik, in ieder geval voor het grootste deel, ja, dan kan het leven terugkomen. We hebben dat op meerdere plekken gezien, waaronder ook in Amerika bijvoorbeeld, voor de kust van San Francisco. Daar ligt een gebied, het heet Cordell Bank. Nou, dat is sinds 1989 beschermd. En daar zie je echt het leven per direct terugkomen. Daar is namelijk ook veel visserij geweest. Het is ontzettend mooi, het hele systeem functioneert daar weer perfect. Wat op land al zo gewoon is, het beschermen van natuurgebieden, is op het water nog vrij bijzonder. Maar de roep om zeereservaten groeit. Al 25 jaar geleden luidde Han Lindeboom de noodklok. Ik denk dus dat visserij en het halen van voedsel uit zee, dat hoort erbij. Alleen, we hebben het in het verleden overal gedaan. En je moet nu gewoon zeggen, bepaalde gebieden zetten we apart. Daar maken we zeereservaten van. In andere gebieden blijven we vissen, maar doen dat wel op een duurzame wijze. Dus we zorgen wel dat die vissen die we willen vangen daar ook in grote hoeveelheden aanwezig blijven. En dan denk ik dat als je gewoon een goede ruimtelijke indeling hebt, zeereservaten, visgebieden, er komen nog windmolenparken tussen. Onder water zou je die ook als zeereservaten kunnen zien. Dan denk ik dat je heel goed bezig bent. Duik na duik. 4 per dag. En we vinden leven waarvan we dachten dat het in de Noordzee niet meer voorkwam. We hebben net gedoken op het Friese Front. Erg diep, 37 meter. En daar vonden we een hele bijzonder beestje eigenlijk. Een kokerworm, een zandkokerworm. De Sabellaria kokerworm. Die kan hele grote riffen vormen, omdat hij al het zand aan elkaar plakt. En heel veel wormpjes samen kunnen uitgestrekte riffen vormen. Harde structuur op een zachte bodem. Maar die zijn eigenlijk uitgestorven in Nederland en misschien wel in de hele Noordzee. Maar die riffen die zijn te fragiel. Met de minste bodemberoering is dat allemaal kapot. Zoals bijvoorbeeld visserij of andere activiteiten. Dus ja, het feit dat we dat hier nu aantreffen, dicht bij dat wrak, overal op de bodem, die kleine beginnende rifjes, dat is toch wel een heel bijzondere waarneming. Alles wordt onderzocht, licht schommelend achter de microscoop. Kwalachtigen zijn in opkomst in de Noordzee. En daarom zijn de marinebiologen razend nieuwsgierig naar wat er allemaal omhoog komt. Na het Friese Front volgen de oestergronden. Koers noordwest. En die oestergronden zijn belangrijk voor al het overige leven. Vroeger lagen ze overal in de Noordzee, maar nu is er vrijwel geen oester meer te vinden. Minstens 20% van de Noordzeebodem had oesters. Dat is harde ondergrond, heel erg belangrijk voor het leven in zee. Op dit moment liggen die oesterbanken er helaas niet meer. Onder andere door visserij, maar waarschijnlijk ook door ziektes.
Dus de banken liggen er niet meer, maar de oestergrond is nog steeds een rijk gebied vanwege het vele voedsel wat daar naar beneden zinkt. Dus er zit nog steeds leven. De Doggersbank is een ondiepe zandbank. Het meest ondiepe stuk is 18 meter diep, dus dat is, je kan er praktisch bijna staan, hè, midden op zee. En het is een heel grote zandbank. Het is een bank die we delen met zowel Engeland als ook Duitsland en Denemarken. Het is met name een paaigebied voor heel veel vissen, zoals schol, kabeljauw, wijting. De laatste stekelroggen die in de Noordzee zwemmen, die komen bijvoorbeeld op de Doggersbank voor. Ja, we hebben net op de Doggersbank gedoken op een wrak. We hebben steenkoraaltjes ontdekt. Ja, dat is fantastisch. Ik heb die nog nooit eerder gezien. En we hadden geen idee dat ze midden op de Doggersbank voorkwamen. En zo op het wrak, op meerdere plekken, hebben ze waargenomen. Steenkoraal, dat is hetzelfde als wat in de tropen groeit. Hè, van dezelfde familie. En dat in de koude Noordzee, dat is ontzettend bijzonder. De oesterbanken zijn verdwenen. Maar inmiddels hebben de 1000 scheepswrakken op de bodem van de Noordzee de rol van de harde ondergrond overgenomen. Nou, voor de kust van Amerika, bij de Gulf of Maine, daar is een hele grote zandbank, net zoals de Doggersbank, ongeveer 1,5 keer de grootte van de Doggersbank. De kabeljauw is daar jaren geleden, zo 25 jaar geleden, overbevist geweest. Maar door gebiedssluiting is de visstand weer hersteld. En dat betekent dus dat je daar bijvoorbeeld absoluut geen visserij hebt. En dan zullen de vissen weer wat groter worden. Natuurlijk, de vissen die eruit zwemmen, worden daarbuiten nog weer door de visserij gevist. Maar de vissen die in zo'n reservaat blijven, die groeien wat groter. De leeftijden worden wat ouder en je krijgt een meer natuurlijk systeem. Even op opnemen. De camera doet het. Dit is de plagenbank. Mensen denken misschien de Noordzeebodem is allemaal zand, maar dat is absoluut niet waar. Voor een groot gedeelte klopt dat. Maar deze gebieden, de ene is modderig, de andere is stenig en er komen heel andere beesten voor. Staat bekend om stenen, dus een natuurlijk hard substraat in de Noordzee, heel bijzonder. En hopelijk vinden we die ook. De plagenbank kan zo mooi zijn waar die stenen naar boven komen. Het is net een koraalrif en dat wil je natuurlijk het liefst zien. Dat zit in de locaties waar je als wetenschapper warm van wordt. Ja. Maar goed, we weten, de plagenbank heeft ook zandplekken en daar zijn we nu. Op de klaverbank wordt gevist met sleepnetten, maar daar waar veel stenen liggen, kunnen de sleepnetten niet goed komen. Dus de vissers die zijn er heel specifiek in, hè, waar ze wel of niet vissen. Toch maakt het dat op het moment dat een gebied bevist wordt, ook al is het maar op kleine stukken, dat het effect heeft op het hele gebied. Tijdens het vissen blijven visnetten achter de wrakken haken en scheuren af. Stichting Duik de Noordzee Schoon verwijdert, als onderdeel van deze expeditie, die spooknetten en haalt ze naar boven. Daar komt nog heel wat leven uit. En dat is voor de wetenschap. Als we de klaverbank goed en echt effectief beschermen, dan verwachten we dat het onderwaterleven weer helemaal gaat floreren. Er is een gebied in Engeland, dat heet Lundy. En dat gebied is sinds 1973 vrijwillig beschermd. De vissersmannen daar hebben gezegd, dit is zo'n bijzonder gebied. En we willen ervoor zorgen dat we hier niet meer met sleepnetten de boel kapot maken. Sinds 2003 is het officieel voor een deel een no-take area. Dat betekent dat er dus geen levende dieren uit het gebied gehaald mogen worden. En als je daar onder water kijkt, dat is pracht en praal. Dat is ontzettend mooi. En alleen maar door het gebied met rust te laten. Dus wij verwachten dat het in de klaverbank ook echt moet kunnen. Ja, ik ben zelf nu 2 jaar achter elkaar naar Australië geweest, in het Great Barrier Reef. Heb daar zelf gezien hoe ze dat daar doen. Sinds 2004 hebben ze daar een geweldig beschermingsregime waarbij 33% zogenaamde no-take zones is. En dat betekent gesloten voor alle vormen van visserij. En dat blijkt te helpen. Dan blijkt inderdaad dat het systeem zich begint te herstellen.
Er gaan nu gesloten gebieden komen. De staatssecretaris heeft dat aangekondigd. Helaas hebben ze de gebieden weer in kleine deelgebiedjes opgedeeld. Dus we gaan in plaats van nou een flink groot gebied beschermen, gaan we ze hier en daar een klein stukje beschermen. Nou, als je nou één ding kunt leren van bijvoorbeeld Great Barrier Reef, dan is dat volstrekt de verkeerde aanpak. Dus als je wat wilt, neem een paar grote gebieden. Je kunt beter een paar grote gebieden hebben dan veel kleine gebiedjes. Mooi zeg. Lekker warm water. Niks mis mee. Warm water? 17 graden. Het is warmer dan gisteren. Daar was het 15. We zakken wat naar het zuiden. Het wordt allangs warmer. Heerlijk.